Ja, kijk even met me mee zeg. Hoe vind je deze? Dit is nou klassiek Nederland. Dit is de haven van Spakenburg. Ja, en John de Wolf is trainer hier bij Spakenburg. Hij zegt, kom naar de haven toe en dan zien we elkaar. Zo. Ja, kijk, daar zijn we even. Daar zijn we even. Harry. Johnny. Dag jongen. Hoe is het man? Ja, prima. Kijk. Goed. Beetje koud, want ik sta al een uurtje te wachten op je. Kijk hier ook even. Het staat ook stoer op zijn kleren ook, hè? Mooi dorp. Dit is een prachtig dorp. Ja. Spakenburg, niks meer mis. Ja, koffie. Ja, koffie. Ja, koffie, man. Lekker. Ja, daar kunnen we koffie drinken. Maar ik drink geen lekker koffie. Lekker bakkie. Wat drink jij dan? Ik drink groene thee. Groene thee. Nou, dit is toch echt ongelooflijk. Of verse munten. Dat hele beeld van hem, van stoer en weet ik veel, dat brokkelt. Hallo, ben je al open? We willen lekker een bakje thee en een bakje koffie. Dan wil je ons niet, want dit is de rode tafel. Ja, nog thee. Dit is toch een blauw café? Kijk, dit is dan een blauw café, zo noemen ze dat. En blauw staat voor Spakenburg en rood staat voor IJsselmeervogels. Ja. Dus ook daar moet je rekening mee houden in het dorp. Ja, zeker. Ja, iedereen hoopt en droomt er toch van dat we allemaal weer allebei op het hoogste niveau komen. En dat we die echte derby weer twee keer per jaar terug gaan komen. Waar duizenden mensen op af gaan komen. Ja, zeker. Zeker. Kijk, daar komt hij hoor. Hier, kijk, daar hebben we het dan hoor. Ik zal het niet gelijk opdrinken. Wat is dit? Is dit die muntflauwekul of wat is dit? Wanneer gaan we nou John de Wolf een keer zien bij Feyenoord? Kijk, we zagen het lachje, hè? Let goed op, nou gaat het gebeuren, jongens. Nu zijn we bij het moment aangekomen waar het om gaat, hoor. Dit is hem, zeg het. Nee, ik heb natuurlijk altijd jaren gedroomd, gehoopt, dat. Feyenoord. Dat is niet gekomen. Nee. Nou ja, dan ga je gewoon door. En ik heb het echt fantastisch naar mijn zin bij Spakenburg. Ja. Ja, ik ga fluitend elke keer, vier keer in de week naar Spakenburg. Fluitend. Fluitend zelfs? Fluitend, ja. Nou, dat is een lange rit. Nou, we zien wel echt een blije man hier. Kijk hier, nou, de lampen branden. Ja, je moet goed opletten. Hè. Kijk, want daar zijn de lampen van IJsselmeervogels. Daar, en dit zijn de lampen van Spakenburg. Leg mij nou eens uit, heel kort, wat een goede trainer is. Ja. Nou, daar komt hij. Een goede trainer is die... Ja, daar gaat hij, die wind gaat hij nu zeggen. Ja, die veel wist hij de wind. En die goed. Zie je, dat wist ik wel dat je dat ging zeggen. Ja, maar het gaat toch dat om vind winnen. Ik nou zo'n antwoord van helemaal niks. Maar dat gaat toch om winnen. We beginnen helemaal opnieuw. Het gaat om winnen. Wat een jongen. Dat ik dat ook weet gewoon. Om winnen. Twee, die goed met zijn groep om kan gaan. Die spelers beter maakt, die een team beter maakt. Oké. Dat is een goede trainer. Goed. Goed in de communicatie. Ja. Eerlijk. Goed. Oké. Okay. Ja. Nou, en dan sta je bovenaan. Kijk, nou geef je tenminste een beetje een antwoord. Nee, dan sta je weet bovenaan. Je wel. Ja, en dan sta je bovenaan. Kijk. Moet je naar binnen? Ja, ik wil even je hok zien. De hok? Ja, nou ja, trainerslokaal. Wij noemen dat gewoon kleedkamer. Oh, de trainerskleedkamer. Ja. Staat erop. Kijk, ja, hier. Kijk nou, staat erop. Kleedkamer, trainer. Ja. 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 Ja, ja. Alles zit erop. Ik zei trainershok, maar dat klopt ook wel. We gaan even het veld op. De mist, het licht, het is eigenlijk het begin van een film gewoon. Kan je me nou een beetje begrijpen dat ik het Als je zo om je heen kijkt en hoe het eruit ziet en kijk naar een mooie tribune, kaaiboksen. Nee, niks aan de hand hier hoor. Nee, natuurlijk niet. Ja, onderdeel, de bal. Allereerst vraag ik jou om mooi een handtekening op deze bal te zetten. Wauw. Geen rommel hoor. Het ziet er mooi uit zeg. Alsjeblieft. Oh, nou dat vind ik echt. Oh, dank je. Ja, dank je. Dit is nou voetbalhumor hier in optima forma. Vanaf nu is de vraag.
Wat ga jij met deze bal doen? Je mag doen met deze bal wat jij wil. Wil je een trucje doen? Wil je hem onder je arm houden? Wil je ermee koppen? Whatever you want. Ja, je mag doen wat je wil. Zeg het maar. Weet je die nog? Zeg het maar. Ga ik proberen tegen de lat. Ja, hoe lang doe je erover? Ga je de lat raken? Gewoon één keer. Eén keer maar. Mag je schieten, John. Ja. En op de lat, hè, moet hij, hè? Daar komt hij. Ja. Naar binnenkant paal. Ook niet slecht. Ook niet ik slecht. Ik bedoelde eigenlijk het geraamte. Oh, het geraamte raken. Ja. Oké, okay. Nou, dat heb je geraakt. Ja. Nou, dat was John in de bal. Ja, mooi. En dankjewel. Graag gedaan. Hey, en alle succes daar, hè.